Johannes Nicolaas Helstone. Geboren op 11 januari 1854 te Berg en Dal. Overleden op 24 april 1927 te Paramaribo. Componist, pianist, muziekleraar. Johannes Nicolaas Helstone werd geboren op de zendingspost Bergendal en ging op zijn 14e naar de centraal school van de Evangelische Broedergemeente in Paramaribo, waar hij zijn eerste muziekles kreeg. Zendeling-drukker Bernhard Heide, die harmonium en muziektheorie onderwees, schreef zijn begaafde leerling in op het Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Leipzig, waar Helstone in 1894 cum laude afstudeerde. Helstone was in 1887 muziekonderwijzer op de Hendrik Ulo-school en gaf tot 1910 les op alle openbare scholen. Hij vormde een generatie klassieke muzici zoals Cor Anijs, Dario Saavedra en Anton Plet. Bij de grote brand van 1899 in Paramaribo ging Helstone's complete inboedel verloren. Na deze tegenslag maakte hij in 1906 furore met zijn muzikale drama Het Pand der Goden, dat zelf opvoeringen beleefde in Berlijn en Parijs. Helstone componeerde werken zoals De Emancipatiemars 1913 en de kinderkantate Welkom Blijde Morgen 1913, die de dichter Trefosa zou inspireren tot het volkslied. Na Helstone's dood nam een comité het initiatief voor een herdenkingsmonument dat op 11 januari 1948 werd onthuld op het Kerkplein.